als ik een bal op mij afkrijg gevuurd, ja, dan is het eigenlijk de bedoeling om te stoppen. Dus het is een beetje een soort van analyse die er door je hoofd heen gaat. Welke positie is het? Hoe loopt ze? Waar heeft ze de arm? Is de arm hoog? Is de arm laag? Is het de linkshander? Is het de rechtshander? Waar staat mijn verdediging? En ja, dat gaat eigenlijk allemaal in een split second door je hoofd heen. Ik denk dat een mentaal spelletje, dat vind ik zelf ook heel erg leuk. Wie doet het eerst iets? Is het het eerste speelster die de keuze maakt? Of dwing ik haar op een bepaalde manier de keuze te maken die ik zelf voor ogen heb? Bang ben ik eigenlijk nooit. Je hebt soms van bepaalde posities dat ze een wat sneller langs je hoofd schieten. En je krijgt hem ook vaak genoeg in je gezicht. Maar je krijgt zoveel ballen op je af. Op een training al meer dan 100. In een wedstrijd meer dan 60. Dus het is ook wel gewoon gewenning. En ik denk dat als je bang bent voor de bal, dat je sowieso geen keeper of keepster wordt. De snelheden waarop er gegooid wordt, die zijn best wel verschillend, lopen best wel uiteen. Maar we hebben bijvoorbeeld Lois Abbing in het Nederlands team, linkeropbouw. Die is het afgelopen toernooi gemeten met een topsnelheid van 108 km per uur. Dus ja, dat is wel, die wil je liever niet op je neus krijgen, laat ik het zo zeggen. Het mooie van keeper bij handbal is, het kan een hele ondankbare taak zijn, maar het kan ook heel veel energie geven. Je kunt zo spelbepalend zijn. Zeker nu handbal zo veranderd is de laatste jaren. Je bent zoveel een onderdeel meer van het team. Je kunt zoveel meer snelheid brengen. Je kunt zoveel meer toevoegen aan het team. Met uitstraling, met op spannende momenten belangrijk zijn. En ik denk dat dat gewoon heel erg mooi is. Het alleen zijn, maar wel heel veel toe kunnen dragen aan het team. Ja.